Ja, Morgan, je komt net van je paard af. Hoe vond je de test gaan? Ja, ik ben super blij vandaag. Hij ging heel veel beter dan in Tokio. Eigenlijk was het veel warmer hier, dus ik was een beetje, het was best wel warm. Misschien hebben wij 5, 7 minuten te veel gedaan bij de, in de warm-up ring. Als ik ga morgen naar het speciaal, ga ik zeker 5 minuten minder doen. Maar ik ben super blij met hem. Hij heeft echt zijn allerbest gegeven. Hij is al 15 jaar en hij heeft nog zoveel zin in. Dus ik ben echt blij. Natuurlijk, een paar foutjes weet je nooit. Door de achterwaarts was niet zo goed. De tweeërs, hij kwam ietsje naar achter mee. De eerste pirouette was ietsje te groot. Ja, oké, jammer. Maar ik vond andere dingen, de pimenten waren heel goed. Wat was goed? Galop, de hele galoptour, zigzag, zo. Ik was heel blij. Dus ik ben mega blij. Wat vond je zo'n groot verschil dan met Tokio? Waar zat hem dat in? Publicum. Dat het publiek weer hier is, dat is super. Ik voelde dat ook aan hem, omdat hij heeft altijd veel zin in. Daar is hij kijken en hij was een beetje groter vandaag als in Tokio. Daar was het een beetje saai, hè? Ik was helemaal leeg. Echt. En hij kwam een beetje te klein in Tokio. Dus ik had de eerste keer, ik had echt het gevoel, ik had er geen paard tussen mijn been. En ik was, kom, we moeten gaan nu. En vandaag is niet. Vandaag is, hij was weer hier en hij wou het doen. Dus ik ben blij. Ja, je zegt hij is 15 jaar oud. Wat zit er nog in? Veel. Hij heeft zoveel zin in. Dus hij gaat zeggen wanneer hij heeft geen zin in. En dan zou het de eind zijn. Maar nu, hij kan nog gaan. Tot slot, je zegt ik zou iets korter gaan warm rijden, omdat het al best wel warm is. Had je dat van tevoren niet verwacht? Nee, ik dacht niet dat dat... Ik ging weg van de stal en ik zeg, oh, dat is goed, daar is wind. Maar ik kwam op de warm-up, geen wind, het was echt super warm. Dus ja, ik zeg, ietsje te lang. Oké. Nou, dankjewel en neem het goede gevoel mee. Ja. Top. Bedankt.